Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging heeft gisteren een seminar gehouden in het kader van het tweejarig bestaan van het Constitutioneel Hof Suriname. Het thema van het seminar was constitutionele toetsing in een democratische rechtsorde. En Gloria Sterling, voorzitter van het Constitutioneel Hof Suriname, gaat in op een evaluatie van het tweejarig bestaan van de organisatie. Twee jaar evaluatie Constitutioneel Hof laat zien een heel moeizame start door onder andere de COVID-pandemie, acceptatie van het Constitutioneel Hof, het ontbreken van logistieke en administratieve zaken, het uitblijven van de invulling van de secretaris en ondervoorzitter van het Constitutioneel Hof. De voordracht en benoeming van de plaatsvervangende secretaris heeft ongeveer 8 maanden geduurd en is ondertussen sinds juli 2021 geëffectueerd. Hierdoor heeft het Constitutioneel Hof dan ook de wettelijke toetsingstermijn van 3 maanden noodgedwongen moeten overschrijden om tot een rechtsstatelijk besluit te komen over de al dan niet strijdigheid van de amnestiewet met de grondwet en verdragen. Toch zijn er positieve momenten te noemen, zoals de launch van de officiële website van het Constitutioneel Hof, waarop alle informatie over het Hof is geplaatst, zoals de wet op het Constitutioneel Hof, als ook ons besluit van 22 juli 2021. Hugo Fernandez Mendes was een van de inleiders en had als onderwerp plaats en betekenis van het Constitutioneel Hof in het constitutioneel bestel, geen rechtspraak en niet op de stoel van de wetgever. De inleider gaf aan dat iedere burger die zich aangetast voelt in zijn rechten kan stappen naar het Hof. Of te vertellen dat hij of zij vindt dat zijn recht geschonden is en het constitutioneel Hof te vragen om te toetsen aan hoofdstuk 5 van de grondwet, en dat is de grondrechtenparagraaf. Dat zou een interessante ontwikkeling zijn natuurlijk als burgers dat gaan ontdekken. Ik heb niet het idee dat veel burgers dat nog weten. Maar u kunt het nog heel druk krijgen. En dan moet u misschien bij de buurman te raden gaan, want dat betekent dat u wat meer faciliteiten moet krijgen als ik het zo hoor. Nog even afgezien van allemaal beelden, was er ook heel erg veel kritiek. Want misschien moet ik het nog maar heel even zeggen, het verhaal van mij gaat eigenlijk over de verhouding van het Constitutioneel Hof met de allerbelangrijkste staatsinstellingen. De verhouding van het Constitutioneel Hof in relatie tot het parlement, in relatie tot de regering, zeg maar de wetgever, maar ook de verhouding tot de rechterlijke macht. Een van de belangrijkste taken van het Constitutioneel Hof Suriname is de toetsing van de inhoud van een wet of gedeelte daarvan op strijdigheid aan de grondwet en aan volkenrechtelijke overeenkomsten.